Wij zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij en wij zijn programmamakers. Ja, wij maken een radioprogramma dat heet Dijkstra en Evenblij ter plekke. En iedere week kiezen we dan een plek uit, ergens in Nederland, die in het nieuws is geweest of gaat komen. En dan gaan we daar naartoe en dan maken we een radio-uitzending van 2 uur. En waarom hebben jullie gekozen voor Oostwarne deze week? De reden is dat hier een hele grote ammoniakopslag komt. De grootste van Nederland ongeveer. Er is hier veel reuring over woningen voor buitenlandse migranten. Maar de allerbelangrijkste reden is eigenlijk dat onze eindredacteur, dat is Willem Frank de Noot, die is hier opgegroeid. Zijn ouders komen hier vandaan. Volgens mij is dat zo. Volgens mij komt hij meer uit Zeeland en heeft hij hier heel lang gewoond. Dat mag nooit een criterium zijn om naar een plek toe te reizen. Maar in dit geval is er een actueel nieuws. En dan maken we eigenlijk een heel programma wat voortkomt uit Oostvoorne. Nou, Frank zei dat wel. Die zei wel van, daar kom ik vandaan. Ken ik dat gebied? Ja, maar volgens mij, want we zijn ook een keer in Terneuzen geweest. En toen zei hij ook dat hij daar vandaan kwam. Dat is ook waar. Maar goed, we hebben bijvoorbeeld ook een artiest, Ivo Gleeman, zo noemt hij zich, zijn artiestennaam. Die komt uit Brielen. Dus, maar die heeft ook wel Nederlandse allure, maar die komt uit Brielen. Dus eigenlijk komt alles uit de omgeving. Ja, ik ben hier wel eens vaker geweest. En een van mijn beste vrienden, Blikman, die woont in Rotterdam. En die heeft een huisje op een camping hier vlakbij in Rokanje. Dus vandaar dat ik hier ook wel eens kom in de regio eigenlijk. Maar weet je wat ik eigenlijk het mooiste vind aan dit gebied? Ja, dat is de rit. De rit ernaartoe. Dat vind ik echt schitterend, weet je. Dat enorme industriegebied waardoor waar je doorheen rijdt. En dat je de hele tijd denkt van, er stijgt zo meteen een space shuttle op of zo. Weet ja, je er zijn overal vlammen, rook en lampjes. Reuring. Ik vind het schitterend. Het is ook een beetje angstaanjagend. Ja, het is ook een beetje eng, maar het is ook schitterend. Nou, wij rijden voor dit programma echt ook heel vaak natuurlijk. Ook wel door dit gebied, als we naar Zeeland moeten. We zijn bij zoveel plaatsen geweest. En s'avonds na de uitzending ben je altijd een beetje moe. Ben ik altijd een beetje rozig, zit ik in de auto. En dan rij je langs dat gebied. En dan zit ik gewoon in een soort hele nare film. Maar ik ben altijd blij als we weer uit het gebied zijn. Ja, dat heb ik ook wel. Maar het is ook een mooi gebied. Het is ook mooi. Ja. En hebben jullie nog iets mee te geven aan de kijker? Ja. Vrolijk kerstfeest. Je bent officieel de eerste dit jaar die dat zegt. Ja.